Hoi lieve soulmates, tweelingzielen. Welkom bij de trailer van de volle maan reading. Volle maan op 2 maart, morgen. Ik neem hem nu op 1 maart op. En ik moet erbij vertellen dat deze volle maan reading is... die heeft het over de situatie rondom tweelingzielen in nabij missie. Dat kan ik heel goed hieruit opmaken. En is heel aanvullend, extra bevestigend op de maandreading. Tweelingzielen in nabij missie. Dus ik raad je aan, als je die nog niet hebt gezien, om ze dan toch allebei te kijken. Want dan zul je ook weer de magie van de kracht van het universum, zal hoop ik weer echt in je hart terechtkomen. Ik verklap de leidraad. Dan moet ik er even bij verzinnen. Voor deze reading, ik voelde me geleid om deze set te gaan gebruiken van Sandra Ann Taylor. Dat heb ik gedaan omdat deze set ook vooral de kaarten recht opduidt. De kaart recht opduidt, maar ook op de kop. Nou, moet je dan wel natuurlijk flink die boel door elkaar husselen. Dat doe ik in deze reading, doe ik dat. En dan kun je, terwijl jullie het kunnen zien. En dan duid ik de kaarten zowel rechtop als op de kop. Want dan kunnen we heel gedetailleerd zien wat er gaande is. Ik heb voor deze reading volle maan ook gekozen intuïtief voor de legging die ik ook altijd gebruik bij de maandreading. Dat heb ik ook zo aangevoeld dat ik dat moest doen en ik ben blij dat ik dat heb gedaan. De leidraad is Walking Away. En deze kaart die bevestigt je dat een persoon weg is gegaan uit een situatie die al heel lang niet meer zijn hoogste goed heeft gediend. En dat is al bij de andere readingen naar voren gekomen. Hetzij een baan achter je laten, hetzij een relatie achter je laten die niet meer dient. En deze kaart zegt dat dat heel lang heeft geduurd. Nou, dat weten we met de afgelopen jaar, de readingen, dat er veel besluiteloosheid was. Dat er twijfel was. Maar die twijfel is voorbij. Deze kaart kwam er gewoon zo uit, niet op de kop. En deze kaart rechtop wil zeggen dat je definitief... de situatie achter je hebt gelaten, waarvan je voelt dat dat intuïtief nodig was. En dat het eigenlijk al heel lang nodig was, maar dat er nog angst heeft gespeeld. Maar nu trek je definitief de deur achter je dicht. Maar dan begint er natuurlijk weer een bepaalde situatie. En dat brengt deze reading heel duidelijk tot uiting. Wat er nu met de volle maan boven komt. Ik verklap eigenlijk niet meer. Maar het is heel, heel duidelijk. Mannelijk links, vrouwelijk rechts. Maar ik zeg het nu bij de trailer er nogmaals bij. Dit geldt ook links voor de man. Maar het geldt ook voor de vrouw die zich veel meer in haar mannelijke energie heeft begeven. Of in heeft gefunctioneerd. Dus in haar yang-energie. Heel veel vrouwen in deze westerse maatschappij zijn ook veel meer in hun mannelijke energie gaan functioneren. Dus dan geldt dit rijtje ook voor jou, lieve vrouw. Oké. Heel mooi dat het ook nog onthult wat er de afgelopen maand heeft plaatsgevonden. Ik zou zeggen, ga kijken. Geniet ervan. En ik wens je een fantastische volle maanperiode. En veel kijk,
plezier en vooral veel, dat je er maar veel inspiratie door op mag doen voor dit proces. En ook al ben je nog niet waar deze reading over gaat, weet dat het ook voor jou is weggelegd. Als je bereid bent innerlijk kindwerk en schaduwwerk te doen. Zonder innerlijk werk zul je nimmer uitkomen bij deze uitkomst. Tot de volgende keer. Veel liefs. Bye.